Wij denken dat je een democratie ook gezond houdt als daar een grote mate van persvrijheid is. En de pers controleert ook de democratie. De regionale pers is voor ons ook heel belangrijk, omdat democratie niet alleen in de Tweede Kamer plaatsvindt. Maar er is een gemeenteraad en er zijn provinciale staten. Daar vindt ook de lokale democratie plaats. Wij willen minister voor Digitale Zaken, omdat AI, cybersecurity, hele grote issues gaan worden de komende decennia. Journalistiek is een ambacht, is een vakmanschap. Daar komen nu een heleboel andere toepassingen bij, hè, zoals bijvoorbeeld artificial intelligence, het verspreiden van desinformatie. Persvrijheid is in de optiek van Volt zo ontzettend belangrijk, omdat het een heel belangrijk onderdeel is van een goed functionerende democratie. Je ziet dat bij sociale media heel erg de ophef gedreven wordt. Nou, dat is natuurlijk ook gevaarlijk om daar je nieuwsbronnen uit te halen. En daarom vinden we ook dat daar veel meer controle op moet zijn, dat het transparanter moet worden. De journalistiek in Nederland staat onder druk. En dat, als je bijvoorbeeld naar de pluriformiteit van de media kijkt, dan zie je dat steeds meer kranten in handen zijn van één of twee mediahuizen. Je merkt nog steeds dat heel veel freelancers eigenlijk nauwelijks kunnen rondkomen. Maar we hebben wel een taak om ervoor te zorgen dat er nog een fatsoenlijke boterham te verdienen valt. De persvrijheid in Europa staat onder druk. En dat zie je wanneer journalisten vermoord worden. We hebben het ook gezien in Nederland. Op het moment dat je journalisten vermoordt, dan vermoord je niet alleen die journalist. Maar dan zorg je ook voor een angstcultuur bij andere journalisten om te schrijven over de moeilijke onderwerpen. En dat is vaak corruptie op een hoog niveau. Of dat is de georganiseerde misdaad. Ik ben heel erg voor een goede publieke omroep. Ik denk dat het alleen met een stuk minder kan. De drie zenders die er nu zijn, daar hebben we ook één hele prima informatieve zender van kunnen maken. Ik vind niet dat politieke partijen over inhoudelijke programma's moeten beginnen. Ik vind wel dat je een oordeel mag hebben over wat er uit publiek geld wordt betaald om publieke programma's te maken. De digitale werkelijkheid is natuurlijk de afgelopen jaren enorm gegroeid. Wat we in de fysieke wereld niet oké vinden, moeten we ook online niet oké vinden. En daar zie je nog een enorm verschil. En denk dan inderdaad aan bedreiging van journalisten, aan misinformatie, fake news, hoe je het ook wil noemen. Daar moeten we tegen optreden. En wat wij dan zeggen, je moet daar vooral ook die grote techbedrijven voor aankijken. Ik vind wel dat we met elkaar echt een veel scherper debat moeten voeren over de staat van de journalistiek. Ik ben altijd bereid om scherper te kijken naar hoe kunnen we dingen weer, bijvoorbeeld in de mediawet of op een andere manier, beter regelen. Persveilig bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je dat ook weer garandeert dat journalisten altijd en overal hun werk veilig kunnen doen. Ik denk dat er grote reden is om ons zorgen te maken over de persvrijheid in Nederland. En dat komt niet alleen omdat journalisten essentieel werk doen voor onze democratie, maar ook omdat er toenemend een bedreiging is van journalisten in hun werk en om het vrij te kunnen doen. Als politici hebben wij de verantwoordelijkheid om consequent op te komen voor de onafhankelijkheid en integriteit van journalisten. Maar het betekent ook dat als journalisten het niet met ons eens zijn, dat wij daar nog steeds op dezelfde manier voor die onafhankelijkheid blijven opkomen.